Stukje speciaal voor de Gentse feesten gecomponeerd. Voilà. Maar mijn bedoeling was altijd het publiek gelukkig te maken. Dat was mijn doel. En dat is natuurlijk gemarcheerd in de hele wereld. Maar ik was verplicht verschillende talen te spreken. En dat was niet altijd zo gemakkelijk. En 3 concerten per dag. Dat was mijn programma. Maar ik wil het optreden beginnen met een compositie. Het is een van mijn lievelingswerken. Nicolas Larose, A Decent Boy. Dat is een jongen die een model is. En hij heeft mij goed geholpen toen ik van Zoersel verhuisde. En hij heeft op elektrisch gebied en alles geïnstalleerd enzovoort. En het was normaal dat ik hem een paar werken zou opdragen, laten we zeggen. En voilà, ik ga dat spelen. Het is mijn lievelingswerk en ik moet ook vertellen dat ik speel dat dagelijks. Ik sta op. Het eerste wat ik doe is Nicolas Larose, A Decent Boy. Thank you.
een stuk spelen dat ik op aanvraag van Michael Jackson gespeeld heb. Hij was naast mij met zijn linkerhand en arm op mijn schouder. Hij had tranen in de ogen, waarschijnlijk te wijten aan de interpretatie. Want voor mij, muziek, dat komt van het hart. En dat was in Amerika. Michael had mij verschillende keren uitgenodigd. En zijn wens was dat ik een paar van zijn hits zou orchestreren voor een groot symfonisch orkest, onder mijn leiding natuurlijk. Hij zou het concert gearrangeerd hebben. En dat enkele van zijn werken door mij dus aan bod komen tijdens een klassiek concert. Dat was zijn wens. En ik heb stukken gedaan zoals Bad, Smooth Criminal, Liberian Girl enzovoort. En we hebben dat uitgevoerd. Ik was toen eerste dirigent van het Nationaal Orkest van Engeland, dus Londen. En we zijn op tournee gekomen. In Gent hebben wij dat stuk uitgevoerd, dat weet ik nog altijd. Dat was op Kuiken en er waren 15.000 mensen aanwezig. En dan in de Beaux-Arts, ook in Brussel, ook met een formidabel publiek. En, ja. Maar kijk, het is, Michael heeft mij gezegd, het is een van zijn lievelingsstukken. She's out of my life. Maar het is niet een stuk dat behoort tot zijn repertoire, ondanks het feit dat hij mij gezegd heeft dat hij altijd het werk uitgevoerd heeft en gezongen heeft. Maar het was niet een compositie van hem. Ik heb een arrangement gedaan voor piano en we gaan dat nu beluisteren. U gaat ook foto's kunnen zien van Michael. Ik heb er een enorm veel. We hadden er in totaal geloof ik 200 samen. Thank you.
weemoedige muziek. En het was voor mij verschrikkelijk moeilijk toen ik uitgenodigd was voor de Olympische Spelen in Wenen, in Oostenrijk. En ik had juist de dag voordat ik het vliegtuig moest nemen naar Wenen, hoor ik dat Michael overleden is. Dus, en dan in zulke omstandigheden moet gij optreden. Het was echt heel, heel moeilijk. Ik had ook tranen in de ogen. En toen heb ik een hommage, een tribute to Michael Jackson gedaan. Okay. Maar we kwamen zeer goed overeen met Michael en ik zelf, want er werden veel gemeenschappelijke punten, dat moet ik zeggen. Veel gemeenschappelijke punten. Wij hielden van dieren, dat was een echte passie, ik ook. En hij hield ook van klassieke muziek, en speciaal van mijn muziek. En ja, oké. Zijn lievelingscomponisten waren Prokofjev, Debussy en Mozart. En aangezien ik ook hield van de Beatles, ik heb natuurlijk muziek geschreven en muziek gespeeld volgens de stijl van de componist. Ik kwam dus om de jeugd, laten we zeggen, aan de jeugd een nieuwe oriëntatie te geven, een nieuw begrip van klassieke muziek met stukken van de Beatles. Obladi oblada bijvoorbeeld, dat past bij Mozart, formidabel, kijk. Ik herinner me de chauffeur van de Beatles. Was aanwezig op een recital dat ik voor de RTB, de Franse televisie, dat was in Luik. En ik speelde dus verschillende stukken van de Beatles. Yellow Submarine, hè, voor mij dat was een beetje de stijl van Beethoven. En Yesterday, de stijl van Chopin. Eigenaardig is dat die muziek van de Beatles past voor klassieke opvattingen. Het is ongelooflijk, ik heb al 27 componisten genomen om de Beatles te spelen. En dan, aangezien iedereen de Beatles kende, ik herinner mij toen ik op tournee was, heel Canada, studenten zeiden mij, meneer Lorieu, dat is toch formidabel. Wij hielden niet van klassieke muziek, maar als u dat speelt, ja, dan vinden wij dat geweldig. Ja, dat past aan. Beethoven bijvoorbeeld, Yellow Submarine. Het karakter is totaal anders dan... Dat is typisch Mozart. Hm? Ja, dat heb ik altijd gedaan. Dus ook dat de mensen zich amuseren. Het contact met het publiek. De internationale pers heeft trouwens geschreven, François Glorieux is een heel apart geval in de hele wereld. Dat was een formidabel compliment. En Arthur Rubinstein, de fameuze pianist, heeft iets fantastisch over mij geschreven. Hij heeft gezegd, François Glorieux doesn't make notes, but real music. Dat is een verschil. Muziek moet het, ik herhaal het soms, van het hart komen. En dat is voor mij de muziek. Ik zal eens zien wat wij nu op het programma hebben. Ik herinner mij het
allereerste recital dat ik gegeven heb met improvisaties. Dat is hier niet gebeurd in België, dat is wel gebeurd in Amerika. En ik ga je zeggen waar. In Palm Springs. En Palm Springs, dat is nu het Hollywood van vroeger. En ik heb daar gespeeld en ja, dat was... mensen wisten dat ik de Beatles opgenomen had enzovoort. En die hebben gezegd dan, speel something in de stijl van Grieg, Edvard Grieg, Noors, componist. En dat heb ik allemaal gedaan. Muziek van Haydn, Rachmaninoff enzovoort. Ze vonden dat geweldig. En nu, als ik terugkwam van Amerika, was er een groot recital. Ik ga dat nooit vergeten, in de Koningin Elisabethzaal hier in Antwerpen. Totaal uitverkochte zaal, ondanks het feit dat het weer magnifiek was. En iedereen dacht, oh ja, dat valt het slecht, want het is een zaterdag namiddag. François Glorieux speelt vanaf 15 uur een recital. En, maar gaan de mensen misschien niet liever iets drinken op de Keizerleien enzovoort? En, nee, ze zijn allemaal naar het optreden gekomen. En dan is dat een nieuwe formule echt begonnen. De mensen die aanwezig waren in de zaal mochten een vraag stellen. Maar dat is dramatisch begonnen, want er is een madame die recht stond en die gezegd heeft, wil jij Viva Bomma patate met saucisse spelen? En het publiek was razend qua publiek. Zei, wat fijn, maar dan is het mogelijk van zoiets te vragen. Ja, zei ze, maar ik zou dat willen horen in de stijl van Johannes Bach. Johann Bach. Johann Sebastian Bach. Oh, ik dacht, ja, gaat dat gaan? Kijk, we gaan zien, hè. In de zaal. U ziet hoe men een melodie, populaire melodie, kan in de stijl van Bach en allerlei andere componisten kan doen. Maar nu, een klein anekdote. Ik wil u vermaken, u bent thuis, u bent, ja oké. Ik gaf een hele reeks recitals in Duitsland. Daar heb ik enorm veel gespeeld, praktisch in alle grote steden. En ja, dat was het evenement is gebeurd in Ludwigshaven. En ik moest een paar bisnummers spelen. Het maximum aantal bisnummers die men speelt is 2, 3, 4. Dat is 4, is een uitzondering. Weet u hoeveel ik bisnummers moest spelen? Wel,
9 bisnummers. En op den duur wist ik niet meer hetgeen ik ging spelen. Want dat moeten korte stukjes zijn, een prelude van Chopin of een intermezzo of zo. Iets dat nog geen 2 minuten duurt en zo. En ik wist absoluut niet. En het publiek vroeg na. En nog een zugabe, Herr Blogje. Nog een zugabe. Ik zei, nog een zugabe. En dan heb ik gedacht, waarom zou ik niet wie van bonne patate met saucisse spelen? Maar natuurlijk, normaal kondig ik het thema hè, en de naam vooraleer ik speel. Hè. Maar ik kan toch moeilijk aan het Duits publiek zeggen, mijn dames en heren, und jetzt spiel ich wie van bonne patate met saucissen van Bach. Hè. Dat is absoluut niet mogelijk. Hè. En ja, wat heb ik gedaan? Ik heb niets gezegd. Hè. En nadien heb ik een persoon ontmoet die bij mij gekomen is om mij te feliciteren. En die heeft mij gezegd, dat is het mooiste werk dat Bach gecomponeerd heeft. Ja, wie heist dat stuk? Ja, ik moest de titel geven. Ik kon toch moeilijk zeggen, kennen ze dat niet? Dat is wie van bonne patate met saucisse van Bach. Nee, dat gaat toch niet. Hè? En dan heb ik nagedacht. Ik zeg, ik moet dan die man toch iets vertellen, een titel geven. Ik zeg, dat heist, ach lieve God, bitte zij toch niet böse. En die man heeft dat opgeschreven, want hij heeft mij dat gezegd. Ik ben een organist en ik ga die partituur nu bestellen, zegt hij, want dat is een meesterwerk van Bach. Oké, hij is dan in winkels geweest en iedere keer zei hij, ik mag de gerne dat je van Bach ja, dat stuk spelen en iedereen zei, ja, maar wie heeft dat gespeeld? Had hij François Glorieux. Oh ja, met François Glorieux kan alles passeren. Dat was het. Maar je ziet, nog eens, men moet natuurlijk grondig alle stijlen van de componisten kennen. Hè. Men mag zich geen fout permitteren, iets dat niet toegelaten is. Maar voilà, ik ga nu nog eens kijken wat wij eventueel... Okay. Ah, Memory Waltz. Memory Waltz is ook een compositie die ik geschreven heb toen ik in de 30, 35 jaar oud was. Ik gaf tamelijk af en toe een recital met Toet Stillemans. En iedereen kent nog Toet. Harmonica is een formidabele man, zeer vriendelijk. En hij had mij gezegd, François, kunt jij een werk voor mij schrijven? Ik zeg, ja, maar ja, dat ga ik doen. En ik heb dat gedaan. Ik heb hem de partituur getoond, maar hetgeen ik niet wist is dat Toet een partituur niet kon lezen. En hij heeft mij dan gevraagd 3-4 keer de melodie te spelen, apart te spelen. En dan heeft hij me gezegd, geen problemen, we gaan dat samen spelen nu, François. Oké, ik zal het inspelen. Het is een tempo van een wals. Melancholisch. Thank you.
voor de politie. Kom. Een bossa nova, staat hier opgeschreven, I love you. Ah, dat is weer een anekdote. Ik was op tournee in Amerika, in New York, onder meer, en ik ging naar een hotel, en een Central Park. En ik kom daar binnen, ik geef mijn pas, en de meneer die zich bezighoudt, dus met de mensen die daar binnenkomen, zegt mij, ha, a third musician. Ik zei, a third musician? Ik zei, who are the other musicians? En dan zegt hij, Jascha Heifetz. Een van de grootste violinisten van de wereld. En Antonio Carlos Jobim. De grootste componist van bossa novas uit Brazilië. Goh, ik zeg ja. En dan heeft die meneer mij gezegd, are you interested to meet him? Maar, zegt hij, ja, maar met Eiffet zal het moeilijk zijn, want hij is hier niet in het gebouw voor het ogenblik. Hij repeteert met de New York Philharmonic Orchestra enzovoort. Maar Antonio Carlos Jobim is hier. En ik ga hem verwittigen dat u daar bent. En hij is gekomen. Hij was op zijn kamer hier aan een klein beetje aan het slapen en was waarschijnlijk moe. En met Jobim zijn we een glas gaan drinken. En hij heeft enkele van mijn partituren bekeken. Hij vond dat formidabel. Ik had ook bossa novas geschreven enzovoort. En dan heeft hij mij gezegd, François, van welke nationaliteit bent u? Maar ik zeg, Belgische nationaliteit. Ah, I was thinking you was a Brazilian composer, heeft hij mij gezegd. Oké, allee. Natuurlijk, om die bossa nova te geven, moet ik toch een beroep doen op een bassist en een percussionist enzovoort. Maar ik ga proberen dat allemaal muzikaal piano oplossen hier. Altijd hetzelfde. Hè? Boom, bang, boom, bang. Dat is, ja, nee, dat is voor mij geen muziek. Dat is meer lawaai. Maar of, ja, maar kijk, mijn lievelingsakkoord is het volgende akkoord. Nu doet men dat niet meer. Dus...
dat betekent niets. Maar fijn, oké. Dan eens zien in het programma. Het tuinverlof. Ja, zeer romantisch werk. Dat ik eigenlijk oorspronkelijk geschreven heb voor fluit en strijkers. En ik heb nu gezien dat in Amerika het werk georchestreerd is voor fluit en fluitchoir. Dat wil zeggen, choir is koor. Dus een koor vol fluiten met mijn werk. Ja, we gaan het eens. Ik ga er een pianoversie van maken nu. Oké. Ja, hetgeen spijtig is, toen ik dat schreef,
men heeft dat nooit uitgevoerd in België. Niemand heeft zich geïnteresseerd. Ja, er is niets aan te doen. Veldhaven. Als ik spreek over Veldhaven, dan zeggen de mensen, wat is dat nou? Ah, ik zeg, dat is de Moldau. De Moldau is een Duitse vertaling van de Veldhaven. Want als jij in de Tsjechische Republiek bent en je speelt, en je zegt ook aan het publiek, ik speel nu de Moldau, dan begrijpen ze niet. Ze weten niet wat de Moldau is. Maar Veldhaven is de echte naam in het Tsjechisch van de rivier. Prachtige rivier, prachtige stad ook. Praag is altijd mijn lievelingsstad geweest in de wereld. Waar ik eindelijk een beetje tijd had om de stad te bezoeken. Want als jij 3 concerten per dag moet spelen, om 10 uur 's morgens in de school, om 15 uur ook in de school, 20 uur groot concert enzovoort. En dan 's nachts een vliegtuig nemen. Ik herinner mij het noorden van Canada met een temperatuur van min 40 graden. En 's nachts een vliegtuig nemen naar Venezuela, Maracaibo, plus 40 graden. En 10 minuten later moet u optreden. Ah. Ja. En ik leef nog. Ik leef nog en ja, ik ga binnenkort op mijn 88 jaar. Maar ik voel mij, van binnen voel ik mij 35 jaar. Oké. Veldhaven. Ik heb een arrangement gedaan en het publiek was ook in de wolken. En zeer enthousiast in Praag toen ik dat gecreëerd heb. Veldhaven. Motto. Zuid-Amerika,
Cariben. En mijn zoon zegt, ja, we gaan op het strand genieten. En dat was heel mooi land. En, ja. En we waren daar aan het zonnen. En wij horen plots muziek. Muziek die wij niet kenden. Een melodieke, ja, heel, heel mooi. En we zien drie mannen op het strand komen, maar verlaten mannen. Zo precies, oh, super melancholisch, verlaten, well, gedeprimeerd zou ik zeggen. Ja, ja. En ik ga proberen die mannen te imiteren, want anders gaat je de anekdote die ik kan vertellen ben, gaat je dat niet begrijpen. Voilà. Die gingen zo. De ene met een gitaar, de andere met een mondharmonica, geloof ik, een andere die aan het zingen was. Zo. Zo gingen ze. Stap voor stap. En mijn zoon zegt mij, papa, vraag eens aan die mannen, welk is de naam van dat trio? Want het is toch heel mooi. Ik zeg, de muziek is heel mooi, ja. Ik zal de vragen stellen. En ik zei, kunt u mij de vraag geven? En een van die drie mannen heeft mij geantwoord. Los Dinamicos. Ja, Dinamicos, dynamiek was het absoluut niet. Maar ja, dat was de titel. Maar ik ga de melodie spelen. U gaat het horen, het is een mooie melodie. En af en toe speel ik dat. Oké. Okay. Ik herinner me toen ik op tournee was in Japan, heb ik een telefoon gekregen, ik was aan het slapen. Ik had een recital in, ik geloof, Nagoya gespeeld. En ik ging slapen, want zaterdag moest ik terug in Tokio optreden. Ik ga gaan slapen en ik zeg aan de man die zich bezighoudt met al de diensten van het hotel, etcetera. Ik zeg, stoor me niet, ik wil geen telefoon krijgen, ik zeg, ik wil slapen. Ja, ja, zegt hij, oké. Maar ja, hij had waarschijnlijk geen controle als men van een ander stad telefoneert. Ik was aan het slapen, ik word wakker gemaakt en ik kreeg een telefoon van een groep
uit Tokio, die mij zegt, meneer Glorieux, morgen moet jij een opname doen. Ik zeg, wat lief? Ik zeg, dat is niet voorzien dat ik een opname moet doen. Van wat? En wel zegt hij, al de werken van Disney. Walt Disney. Zeg maar, ik ken nog 4 of 5 stukken, maar al de films. Ik zeg, nee. En wel, maar we gaan u nu nog de namen opsturen. En u kunt dat misschien eens beluisteren en de melodiek. Maar morgen komen wij u halen aan het... Dat was per trein, geloof ik, of per vliegtuig, ik weet het niet meer. En ik heb dan op enkele uurtjes na al de stukken van Walt Disney moeten opnemen. Dat bestaat op cd, maar alles is in het Japans geschreven, dus ik kan dat zelf niet lezen. Maar ik ga de mars spelen, het is heel kort, dus... filmen van de Disney. Joplin, dat is ook een compositie van mij. En ja, ik herinnerde mij niet meer wanneer ik dat geschreven heb. Ik was geloof ik 30 jaar of 32 jaar zo. Ik ga het erin spelen. Voilà. Thank you.
Hello, Mr. Joplin. En we gaan eindigen met La Mer. La Mer, ja. Een chanson, een liedje van Charles Trenet. Wat heel mooi. Maar Charles Trenet zingt La Mer. En dat gaat over de Middellandse Zee. La Méditerranée in het Frans. Hm? Terwijl de vraag die door het publiek gesteld was, toen ik in Tokio speelde, was totaal anders. Het was een madame die weer recht staat en ze roept voor de hele zaal. Want ik moet het zeggen, in Japan zijn de concertzalen minimum 3000 stoelen. Hè? Dat is enorm groot. En die madame die zegt mij, La Mer. Ik was verrast dat men in Tokio, in Japan, La Mer kende van Trenet. Maar de vraag van de vrouw was niet La Mer over de Middellandse Zee. Ze heeft letterlijk het volgende gezegd. Wij willen La Mer horen met de Noordzee. Met de golven, drama's op het water enzovoort. Enzovoort. Ik zeg, ja, oké. Ik heb dat onmiddellijk aangepast in een stijl die, ja, je gaat het zien. Het is een drama. Het is een dramatisch een stuk. Normaal. Je kunt dat op een andere manier. Trenet deed. Het is een mooie melodie, maar het schijnt natuurlijk een storm op zee enzovoort, de Noordzee. Er is een duidelijk verschil tussen Noordzee en Middellandse Zee. Hier komt La Mer.